allemaal drie staven. En die laten zien wat dat is. Daar zo een klokken aan gesmeed. Dat heb ik dus al gedaan aan drie staven. Voor die drie pikkels. Ik ben niet zeker wat ik ga doen. Want dat moeten dan drie pikkels worden. Maar hoe gaan we het doen? Ik weet het niet. Ik denk dat ik het gewoon ga neerlassen. Simpelweg. Deur ertussen. Soef. Soef, soef. Hoop van zegen, want dat smelt een beetje weg. Maar ik heb een handschoen aan om dat vast te houden. Dat gaat misschien wel een spetter op mijn arm, maar dat is straf mannen. Vast. Dat is nog niet definitief. Goed. Dat wordt natuurlijk nog op de grond. De grond vastgezet, hè, want dat gaat nog een beetje. Dat geeft nog wel. Kom hier, Jacques. Zo, alstublieft. Pas je dat hier midden vast, hè? En dan kunnen we dat op hoogte zetten, want dat komt hier zo ongeveer. En dan lassen we dat daar zo ongeveer vast. Maar ja, het heeft te hoog zijn. Goed zo. Ja, ik ben al redelijk ver. Ik heb al de pikkel gemaakt. En dat is ook al af. Ik heb een dag gespaard vandaag. Maar dat is wel interessant. Ik heb een keer een gereedschapje gemaakt. Voor, ik zou reekskist moeten hebben om daar aan te hangen. En om de kettingen aan te hangen. En dan omhoog te hangen. Die ringjes zijn heel maken. En nu ga ik dat doen. Ik kan jullie dat laten zien. Kijk. Oké. Wat heb ik dus gedaan? Ik heb dat dingetje daar aangehangen, die naak. Dat ga je daar straks al voor zien. En die in een driepikkel. Zodat die stevig staat. Hè. En voor mij dat de ketting tot in het midden komt, heb ik dat goed gedaan. Oké. Ik heb mijn ketting gekocht. En die gaan we ook knopen in. En een ketting. Dus kijk eet. Dan. Oké, oei. Ik ga het door de richtjes steken. Ja. Oké. Wat ga ik doen?
drie ringjes tegen elkaar lassen. En dan heb je daar één ringje bovenop lassen. Zo, hangt eraan, schudden.